Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LS, Speedy Farmer. Vandaag gaan we met Wim achter deze autoboef aan, of autodief. Maar dat is niet waarvoor wij hier reden. Dit is echt een heterdaad. Staan blijven. Ik kan hem slaan ze. Oeh, net niet. Staan blijven, taser. Oké, okay, mis. Ah, dan moet ik het alweer helemaal terug naar die auto. OC, achtervolging. Ah, dat kan niet op. Unit reporting a possible 503 in Del Perro Beach. Hij loopt zichzelf al dood, zeg maar. Needed in Del Perro Beach. Queen 2, we're in the area. Stoppen. Dispatch, we got eyes on the perp. We zijn niet zo goed met de taser. Als je nou deze Vito jat, dan ga ik wel lachen. Ik ga wel een Vito jatten. Hij heeft draaipitjes. Ik vind ze wel geinig. Staan blijven nu. Kom op, hé. Zo, meewerken inderdaad. Goeiedag, schotelpater. Meewerken. Stop what you're doing right now. We hier staan in verband met de vuurlijnen. Ik ga met deze bergen, ik ga naderen. Nee, dit is een zaklamp. Oké, hebben we aangehouden. Verpoging tot autodiefstal. Dan wel vernieling. Want ja, in principe ging dus gewoon die auto kapot maken en ik weet niet of die daadwerkelijk wilde inbreken. Maar wij hebben echt heel toevallig, ik wil de video net gaan starten. Waar namelijk, of we zijn namelijk onderweg naar een ja, waar zijn we naartoe onderweg? Ik kan niks meer, merk ik. Assistance required in Del Perro Beach. We waren in ieder geval daar naartoe onderweg naar een indecent exposure of zoiets. Oftewel iemand die geloof ik niet echt netjes gekleed is voor op een strand of in dit gebied rond te lopen. Ik moet nu wel lopen, ja, nu kan ik wel lopen. En op dat moment werd het raampje ingetikt van die auto. Hij is in ieder geval aangehouden, mijn collega had hem gefouilleerd. Ik durf je eigenlijk ook wel niemand te zeggen. Wat daar ook wel uit is gekomen. Wat ik wel weet is dat we inmiddels al een kapotte Touran hebben. Het kan wel eens deze hier zijn, maar het is deze dame, denk ik. Nee, ik weet niet wat de melding is. The witness, dat is zij denk ik. Er staat één iemand bij. Goedendag mevrouw, wat heeft u gezien? Ik stop en ik ga over. Wat? Iemand liet iets zien. Ik denk dat iemand ja, ik weet echt niet. En wie wijs je nou naar hem? Oké, okay, goed. Hij heeft geloof ik zijn mannelijke dingen laten zien. Maar ik weet het niet. Goed. Dank u wel mevrouw. U mag u het gebied verlaten. Mijn collega komt hier aangerend. Daar kunt u aangifte bij doen mocht u dat willen. Dag meneer. Wat is er allemaal aan de hand? Hij is dronken. Goed. Ik heb graag een identiteitsbewijs van u gehad. Laten we daar eens mee beginnen. Dank u. Thanks. Oké, okay, we gaan even nakijken. Niet zo heel oud, 21 jaartjes jong. En dan al openbaar dronkenschap.
deze is ingevorderd, hier hebben we het gedaan. Altijd zo raar als je een identiteitsbewijs wordt ingevorderd. Ja, dat kan niet worden ingevorderd. Dat zei ik de vorige video geloof ik ook al. Ik ga hem in ieder geval even meenemen naar het bureau voor openbaar dronkenschap. Gaan we daar verder uitzoeken waarom jij... You ain't never getting out of prison. Een ingevorderd rijbewijs hebt. Of ingevorderd ID, weet ik het, suspended. En in ieder geval wat je allemaal was aan het doen. Ik ga even fouilleren. Of mijn collega gaat je nog even fouilleren. Voor ieder zijn veiligheid. En dan ga je naar het bureau worden gebracht. Oh, een beetje rare dingen die je bij hem hebt. Maar goed, niet heel illegaal. Alhoewel ik niet weet of je een schroevendraaier op zak mag hebben. Assistance required in Del Perro Beach. Denk het wel. Nou, ik weet het eigenlijk echt niet. Maar we gaan die transporten en even snel dit kan eruit komen. Weet je wat? Vandaag nemen we onze amigo hier mee. Hij rent zo graag achter mij aan. Hij gaat gezellig met mij mee vandaag. Doen we met een mooie Touran. Want kapot is niet zo mooi. Maar eens kijken. Wat we gaan meemaken vandaag. Ja, voor de mensen die zich afvragen trouwens. Hoe kan het toch dat mijn GTA werkt? Ga even naar mijn Discord. En kijk het kopje mededelingen. Daarin heb ik een iets neergezet. Waarin ik uitleg. Hoe je de tijdelijke fix van de update die op 15 december is uitgekomen. Of hoe je de update van 15 december tijdelijk kunt omzeilen door wat bestandjes in je map uit de GTA map te halen en wat nieuwe bestandjes erin te slepen. Zo, daar sprong iemand gewoon van die... Sprong er iemand van die brug af? Hoe je dat kunt fixen. Assistance required in Del Perro Beach. Dus mocht je dat nou willen, dan kan je op mijn Discord onder het kopje mededelingen zien hoe je deze fix oplost. Voor hetzelfde geld, op het moment dat deze video online staat, is er al lang weer een update We've van alles gekomen. We've got a possible 503 in Del Perro Beach. Rijden. Ja, keurig. Goedendag. Eenmaal één persoon die van een brug sprong. Of een nieuwe uit de lucht viel. Ik zie geen parachute bij hem, dus ik denk dat hij van de brug sprong. Op de achtergrond horen we nog een melding. Ja, die is dood. We hebben nog een melding opgepikt van een gestolen truck die hier rond zou rijden. Dus mocht hier een vrachtwagen met volle snelheid om ons afrijden, dan gaan we daar zeker even op handelen. Maak gebruik van onze vrijstelling door in het voetgangersgebied te gaan rijden. Dan zetten we de melding allereerst ook weer even aan. Daar hebben we een foto gemaakt. Oh, dat zijn natuurlijk de begrafenismensen. Zouden we hier naar links kunnen. En dan komen we eigenlijk op dezelfde plek uit en dan zijn we nog voor de ambu. We've got an 11351 on Marathon Avenue. De ambu gaat rechtdoor. Krijg je nu een melding van een verdacht voertuig, dan gaan we even kijken wat hij allemaal uitspookt. En waarom die als verdacht wordt gezien. Kan meerdere redenen hebben. Wat is dat? Ja. Ik krijg even... Wat gebeurt hier allemaal hier? Ja, anders... Dan ga je even door, ja. Ambulance assistance required on
Marathon Avenue. Fire truck, assistance required on Marathon Avenue. Hij heeft zich letterlijk zelf opgeblazen. Ik geloof dat het wel de bedoeling was. Natuurlijk een zieke actie van hem. Ziek, ja, niet ziek als een ziek vet, maar ziek gestoord, zeg maar. Meestal zeg je als jeugd altijd, wow, dat was echt ziek. Maar dit is natuurlijk ziek gestoord. Ja. CPR is failed, oftewel reanimatie is niet geslaagd. Nou, dat snap ik ook wel. Brand is heel snel uitgegaan, ik weet niet wat het was. Brand heeft niks hoeven doen, we gaan een takelwagen vragen. Is de perfecte wegafzetting hier. We hebben hem echt gewoon letterlijk ervoor gepleurd. Iedereen reed door en dan waren we over hem heen gereden en zo. Zo gaan die dingen. Oh, oh, dat is achteruit. In de plastic zak ermee en door. Ik durf je niet te zeggen wat die gele stip op de kaart is. Ik had blijkbaar een melding aangenomen. Nu heb ik op end gedrukt en dat was het einde van deze melding. Misschien hoorde het er oprecht bij, ik weet het niet, maar even gemist wat het was. 40 in eerste instantie een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. Citizens report a speeding incident on South Boulevard Del Perro. Kijk, ik krijg een melding van voertuigen of één voertuig of meerdere voertuigen wat wel erg hard zou zijn aan het rijden. Suspect is driving a dark gray benefactor coupe. Kijken of ze kunnen aantreffen. Het is erg druk op de weg. Oké, dus wacht even. De grote stip is de laatste locatie, de gele stip is waar die mogelijk naartoe zou gaan, als ik het goed begrijp. Hoewel dat niet altijd klopt, staat er al. Press Y at any time to choose whether... We've got one suspect. Suspect 1, a Asian male. We zouden wel heel hard zijn aan het rijden. En de meldkamer schaalt dan ook op voor ons. Heading eastbound on voorbij komen. Spanish Avenue. Spanish Avenue, dat is hier links. Spanish Avenue. Oh, hij staat hier. Zou deze dan zijn? Ik denk dat dit hem is, hè? Oh, ik heb mijn collega nog bij, maar waarom weet ik. Dag meneer. Hi. Voor mijn rijbewijs, nu wel. Controleer we ondertussen even in het systeem. Blijf maar even staan. Suspect is driving a dark gray benefactor coupe. Die moet ik hebben.
volgende kenteken voor in aantrekken. 3, 3, Alpha, Uniform, Delta, 5, 6, 1. No, 1099. Ja, ik heb hem niet, ik heb het niet gezien zelf. Dus wat ik ga doen, meneer, ja, ik kan eigenlijk helemaal niks doen. Weet je, ik kan niet meer doen dan dit. Ik kan hem waarschuwen. Ik heb het niet zelf gezien. Hij stond netjes voor verkeerslicht te wachten. Dus ik heb 0,0 bewijs om hem een bekeuring of wat dan ook te geven. Laat staan aanhouden. Dat zou je sowieso niet doen. Mocht echt het de hand lopen, dan wel. Maar met deze situatie kan ik niks. Dus ik laat hem even blazen. Ik laat even een speekseltest afnemen. Mocht het allemaal in orde zijn, dan mag hij zeker zijn weg vervolgen. Want ik heb geen enkel bewijs. Even wat gedronken, maar niet te veel. Oké, goed. Je mag uw weg vervolgen. Go on. Fijn dag. Volgt hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. We are code 4. Dit is jammer, we hadden een mail of er kwam een voertuig voorbij die er vandoor ging. Maar die was maar echt te snel. Hier de heuvel op. Nee, die zijn we kwijt. Jammer maar helaas, pindakaart. All units, we've got an 11351 on Meteor Street. We melden van de voertuigbrand, inmiddels zijn we ter plaatse. Zodat het verkeer hier stilstaat, we gaan de brandweer erbij roepen. En dat doe ik nu alvast, aan het moment dat ik nader. Dan gaat het ding pas in de fik vliegen. Meteor Street. Dat ding gaat zo ontploffen en iedereen gaat dood van de brandweer. Oeh, hebben ze geluk. Keurig gewerkt, heren. Ik kan takenwagen vragen. Perfect. Flatbed, assistance required on Meteor Street. We gaan de weg weer vrijgeven en dan ga ik jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een hele leuke video vonden en ik zie jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video. Wat er gaat zijn, ik weet zelf niet. Ik denk dat we met die Vito eens gaan opnemen. Of met de T5, die heb ik al lang niet meer gebruikt. Die heb ik wel in mijn game staan. Ik zal hem jullie even snel laten zien. Dat is deze. Dit is de Woefjes T5. Ook niks mis mee. Moet misschien weer eens het Woefje erbij pakken. Maar ik geloof dat ik gewoon nog een andere T5 heb. Anyway, ik weet het allemaal niet meer. Ja. Deze sowieso niet. Dit is een T6. Dit is Kamar. Dit is een T6. Ik weet het ook allemaal niet, joh. Het komt helemaal goed. Ik ga jullie in ieder geval dan wel zien. Tot dan. Joe, hoi. Dag, hoi.